Rond deze brug was het de Duitsers in mei 1940 te doen, de Willemsbrug. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 landden Duitse watertoestellen hier op de Nieuwe Maas. Duitse soldaten klauteren naar buiten, begeven zich in rubberbootjes en varen naar de kust. Een deel komt terecht aan de overkant, Noordereiland, nemen daar hun intrek. Een ander deel komt terecht hier. Daarbij nemen zij hun intrek in het gebouw van de Nationale Levensverzekering. Om daarmee de bruggenhoofden van de Willemsbrug te bezetten. Wat was het Duitse plan? De Duitse panzerdivisie bewoog zich door Noord-Brabant heen en zou dan hier de Willemsbrug oversteken om vervolgens door naar het hart van Nederland te stoten. Op dat moment waren er 7000 man infanterie van de Nederlandse zijde aanwezig en ook nog eens 450 leden van de Korps Mariniers. Alleen waren dit vele soldaten voor logistieke taken en soldaten die nog in opleiding waren. Dus je moet je voorstellen, die waren totaal niet voorbereid op een oorlogssituatie zo ver van de Duitse grens. Niettemin komen zij toch in actie. En wat er ontstaan zijn schermutselingen tussen enerzijds deze kade en de overkant daar bij het Noordereiland. Hier zaten de Nederlanders, daar zaten de Duitsers. Maar ook in het gebouw van de Nationale Levensverzekering, waar de Duitsers zaten. En onder andere Nederlandse troepen die hun intrek namen in het Witte Huis. Dagen daarna arriveren nog eens 3000 man van de Nederlandse infanterie om versterking te bieden. En zij nemen veelal hun posities hier aan de kust ten noorden van de Nieuwe Maas en bestoken mede de Duitsers die daar aan de overkant zitten. Op 13 mei is de Nederlandse legerleiding duidelijk wat de Duitsers willen. Zij zullen met hun panzerdivisie weldra doorstoten over de brug heen en door naar vesting Holland. En dat mag niet gebeuren. De Willemsbrug moet vernietigd worden. Maar daarvoor moet natuurlijk eerst het Duitse bolwerk worden opgeruimd wat in het bankgebouw zit. Dus er wordt besloten een tegenaanval te ondernemen door het Korps Mariniers. Eentje vanuit westelijke zijde, eentje vanuit oostelijke zijde. Echter deze aanval mislukt. De aanvallen zouden gelijktijdig moeten plaatsvinden, wat niet is gebeurd. Daarnaast ontbraken de aanvallers aan ondersteunend vuur. En werden ze ook nog eens gehinderd door niet alleen de Duitsers die in het bolwerk zaten daar, bij de Nationale Levensverzekering, maar ook de Duitse soldaten die daar aan de overkant zaten. De aanval werd afgeslagen. Later is bekend geworden dat de Duitsers in het bankgebouw zich op het punt stonden om over te geven, dat niet hebben gedaan. Een dag later wordt het stadscentrum van Rotterdam gebombardeerd. Daarmee was niet alleen de stad gedwongen zich over te geven, maar besloot generaal Winkelman op het bevel der Nederlandse strijdkrachten de strijd in zich heel te staken. Nederland gaf zich over en werd daarmee bezet door Nazi-Duitsland. Later hebben verhalen zich de ronde gedaan over hoe leden van de Korps Mariniers met dolk tussen de tanden naar de overkant van de Maas zwommen om daar de Duitsers te lijf te gaan. En hoe deze door de Duitsers ook de zwarte duivels werden genoemd. Zo erg werden ze gevreesd. Maar daarover heerst twijfel. Gezegd moet worden dat het moedig was van de Nederlandse militairen die hier gelegen zaten. Hoe onvoorbereid zij waren op een aanval. Dat zij toch hun mannetje hebben gestaan en de stad hebben proberen te verdedigen. Al is het de stad zelf wel duur komen te staan.